Genk pakte vorige week de volle buit en wilde die lijn doortrekken. Maar het is Mechelen dat de eerste kans creëert. Cammy Somers besluit net naast. Het blok van Mechelen staat stevig en Genk kan enkel dreigen van ver. Mooie poging van Pauwels. Na wat geharrewar in de 16 dwingt Kamps een lichte strafschop af. Dat is een klusje voor Van der Zande, maar zij treft de paal en mag die bal dan niet zelf binnentrappen. Weg kans. Wilox, vorig jaar nog bij Mechelen, start voor de tweede keer in de basis en wil zich bewijzen. Bakarne toont haar klasse. Aan de overzijde kan Emily Stijvers, ex-Genk, dan weer niet profiteren van de gekregen ruimte. We gaan rusten bij een logische 0-0. De eerste kans na rust is voor Mechelen met een kopbal van Hellings. Meteen Genk dan, voorzet van Kersten. Van Zijer loopt zich goed vrij en werkt keurig af. Genk staat 1-0 voor. De Genkies willen meer. Wilox op snelheid, bedient Petri, maar zij mikt over. Beide ploegen spelen te vaak te zenuwachtig. En dan krijgt Genk een tweede lichte strafschop. Deze keer invaller Kersten achter de bal en zij blijft kalm, 2-0. Mechelen raakt maar moeizaam in de buurt van Van Sijst. Rillaert probeert nog eens van ver, een verdienstelijke poging, maar ongevaarlijk. De bezoekers moeten komen en dus komt er ruimte. Kersten vraagt de bal en legt hem droog over Bakarne in doel. Een minuut later fungeert ze ook nog eens als aangever voor Wilox, die de iets te zware 4-0 eindstand vastlegt. Tegen een ex-ploeg scoren is altijd heel speciaal en zeker. Ik vond het zelf ook een heel mooi doelpunt. Eerst een beetje tegenslag gehad, maar dan heb ik het op een mooie manier kunnen afmaken. Twee helft nog wel tevreden. Eerste helft was het, ja, was moeilijk. Het was moeilijk. En dan is het wel zo, we houden toch weer de nul en dan is ook, dat is ook positief, denk ik. Ze weten dat ze het goed gedaan hebben, maar het is wat het is. En dinsdag is er weer een match en zaterdag is er weer een match. En we moeten proberen om zoveel mogelijk op te laden om dan ons misschien eindelijk een keer dit seizoen te belonen voor het werk dat we leveren.